Yo mensen van de Tentenijf. En vandaag weer een nieuwe Minecraft hardscore. Ik hoop dat het nu wat minder lijkt als vorige keer, want dat was wel heel erg hard. Ja, het is maar te hopen, laat ons zeggen. En het is ook te hopen dat wij niet meteen doodgaan, maar ik zie jullie terug als de loading screen gedaan is. Oké, we gaan nu weer in de wereld. Het is maar te hopen dat het niet zo hard lijkt als vorige keer, zoals ik net zei. En ik sta tegen het plafond, oké. Het lijkt nog steeds, dat is vrij irritant. Maar vorige keer was het opgehouden na een tijdje, dus... Het is te hopen dat dat nu ook ophoudt. Ik ga even kijken. Ja, nee. Ik ga snel een furnace maken. Moet ik zeggen. En ons ijzer al smelten. En de rest hierin steken, wou ik zeggen. Ik gebruik een texture pack. Nu op dit moment, ik heb die zelf proberen te maken. Het was die tijd toen... ik heb die gemaakt toen Fortnite nog populair was. En daarom heb ik allemaal random Fortnite pickaxes en een Fortnite zwaard erin gestoken. Ja, omdat het op dat moment zo populair is. Maar het is nu nacht. De lijk is redelijk... Sava vind ik. Maar het is nu natuurlijk nacht, dus we willen niet naar buiten gaan. Ik ga denk ik... Ja, nee. Mijn voet begint ook al op te raken. En ik heb nog niks. Dat is ook niet echt goed. Ja, en ik heb eigenlijk sticks nodig om een pickaxe te maken. Want ik heb er maar één. En hier heb ik ook niets. Dus ik ga zo snel mogelijk. Ik zie daar al een zombie en een skelet. Ik zie daar ook, ik weet niet wat dat is. Oké. Kijk, ons eten gaat heel rap op dit moment. Dat is vrij irritant. Ja, ik weet niet wat ik daarop moet vinden. Want hier lopen nergens dieren in onze buurt. Oké, dan hebben we onze iron pickaxe. Misschien kunnen we hier nog een zwaard van maken. Mijn muis maakt vrij veel geluid, dat kun je denk ik wel horen. Maar ja, dat boeit mij niet. Dat is jullie probleem. ja. Misschien kunnen wij nog een stenen pickaxe maken voor als deze kapot is. Oh, dat is een houten pickaxe zelfs. Ja, dan gaan we die eerst kapot gebruiken. En de rest van het ijzer hierin steken. Ja, kijk, daar is lava, want daar komt licht. Maar daar zie ik al een zombie. Nog waarschijnlijk... Nee, mijn cave gaat er geen zitten. Maar ik denk niet dat het veilig is om... Oh shit, ik verschoot mij kapot. Oké, nu krijg ik wel weer lijk. Oh nee, daar komt nog een zombie. Oh nee. Ja, volgens mij ga ik heel even weglopen. Want ik krijg ineens lijk door al deze zombies. Oké, die maakt ineens een 360. Ik kan hem niet raken door de lijk. Ze blijven ook maar komen.
En ze doen mij redelijk. Oké, ik krijg weer een beetje lijk. Oh nee, een Enderman. Ja, het is een village. Oh nee, het zit hier vol met creepers en zo. Hier, kunt u die doodslaan terwijl dat die in hun bed liggen? Nee. Kunt je erbij liggen? Nee. Oké, dan gaan we het kapot maken. Ik weet in ieder geval dat dat werkt. Ja, en dan gaan we slapen in dit bed. Dan is het uiteindelijk toch nog goed afgelopen. Is het ochtend? Ja. Het spijt me dat ik uw bed heb ingenomen, meneer. Maar ja, het moest. Oh, hij is een beetje boos, precies. Ja, nee, goed. Ik leef nog. Oké, ik weet niet of er in. Ja, oké, er zijn in ieder geval koeien. Oh nee, verdomde creeper. Ja, die gaan ontploffen zeker. Ja, godverdomme. Ja, dat was een lang avontuur. Ja, dus dat was dus het einde al. Kijk, hier zijn we doodgegaan door deze kutcreeper. Ik wou kijken, ja, natuurlijk is hier een farm. Maar ja, wat nog koeien als eten. En ik dacht al dat hier ook een kampvuur was. Dat is nieuw in deze Minecraft. Allee, deze versie van Minecraft. Maar het boeide niet. Want ja, we zijn toch dood. Kan je zien wat dat er in kisten zit? Inspectate mode. Loot is not generated yet. Ja. Oké, niet dus omdat ik die kist nog niet heb open gedaan. Maar ja. Omdat ik zo de tering slecht ben in Minecraft. En ook veel te veel lijk had. Ben ik nu dus dood. Ja. Dat was hem dan. Tot volgende keer.